Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video en in deze video ga ik de foute kerstmuts van Sien pimpen. Ik heb, zoals je kunt zien, de kerstmuts inmiddels al helemaal gehaakt aan de hand van Siem haar tutorial. En in deze video ga ik hem dus verder oppimpen tot echt een foute kerstmuts. En de reden waarvoor ik dat doe is omdat Siem een actie heeft bedacht samen met Desiree op haar Facebookgroep en YouTube. Daarin roept ze iedereen op om dus de kerstmuts te gaan haken en die te gaan pimpen tot echt een foute kerstmuts. En dan maak je kans op hele leuke prijsjes van Desiree bij Sieraden en zo. Dus echt een hele leuke actie om aan mee te doen. En ik had zoiets van, nee, ik kan natuurlijk niet achterblijven. Ik ga er ook lekker aan meedoen. Gewoon om Siem te steunen, mijn haakmoekie. En uiteraard met haar vriendinnetje Desiree natuurlijk ook. Echt een superleuke actie die ze samen hebben opgezet. Dus daar ga ik uiteraard gewoon lekker aan meedoen. Als je nog meer wilt weten over de actie, dan verwijs ik je eventjes naar de desbetreffende video die Siem daarvoor opgenomen heeft. Linkje daarvan onder in de beschrijving, dus neem daar vooral eventjes een kijkje om erachter te komen wat de actie precies inhoudt en wat je allemaal moet doen om met die actie mee te kunnen gaan doen. Er zitten een aantal voorwaarden aan vast, dus kijk eventjes die video om erachter te komen wat je allemaal moet doen. Ik heb mijn muts dus gemaakt en in deze video ga ik hem pimpen en ik heb voor een compleet andere kleur gekozen als waar ik normaal gesproken voor zou gaan kiezen. Want jullie zijn van mij gewend dat ik echt van de felle kleurtjes ben. Maar ik had zoiets van, het wordt een foute kerstmuts. Dus ik ga ook gewoon voor een kleur die je niet snel bij mij verwacht. Dus een lekkere paarse kleur gekozen. En daarbij heb ik ook nog een groene gemaakt. Twee mutsen. En ik ga dus deze mutsen pimpen. Maar niet alleen. Vandaar dus dat ik twee mutsen heb. Ik ga hem samen maken. Er komt zo direct nog iemand naast me zitten. En met diegene ga ik dus deze mutsen helemaal oppimpen. En omtoveren tot Siem's foute kerstmutsen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat worden. Dus dat gaan jullie in deze video zien. Maar voordat ik ga laten zien wat we allemaal gaan gebruiken en wie er als gast in mijn video komt, wil ik jullie nog eventjes gaan vragen om ook te abonneren op mijn kanaal. Voor als je nog geen abonnee bent, doe dat door eventjes gratis en voor niks te klikken op die rode abonneerknop die je hieronder vindt. En wil je helemaal niks missen, druk dan ook nog eventjes op het belletje wat je vindt naast die abonneerknop. Want dan krijg je in het vervolg ook nog eens een melding als er een nieuwe video verschijnt op mijn kanaal. In deze video ga ik dus de kerstmuts pimpen. Twee stuks, samen met een gast. Ik heb ze gehaakt en nu aan ons de schone taak om ze dus verder op te pimpen. Dus tijd om te laten zien wat we allemaal gaan gebruiken en wie mijn gast is. Nou, de kerstmutsen gaan we pimpen uiteraard en daar heb je speurtjes voor nodig. En mijn mystery guest gaat even wat spullen aanreiken voor wat we allemaal gaan gebruiken. Ik heb het niet gekocht. Ik zie wel het een en ander nu inmiddels al staan. Dus ik moet het gewoon echt doen met de spullen die gekocht zijn. Dus ik ben er echt heel erg benieuwd hoe ver wij gaan komen. Dus mystery guest, kom maar door. Lampjes. Eentje met sterretjes en eentje met kerstvlokjes. Of sneeuwvlokjes. Oké, leuk. Kerstornamentjes. Dat is heel erg wennen met het filmen van zo'n grote lamp op een giegel, want het weerspiegelt allemaal. En dan hebben we nog meer kerstornamentjes dan in het kleurtje rood. Oh ja, rood en goud. Dus goud en rood. Oké. Strikjes. Een rode en een zilverkleurige. Een kokertje met allemaal gele balletjes en gele beertjes. Ook nog eens in het blauwachtig is dit. Blauw, zilverblauw. En kerstpopjes. En in het rood met kerstmannetjes.
gaan er dus echt een lekker kleurrijk geheel van maken. Van die, hoe noem je ze? Candy canes. Dus lekker nog voor de zoete versnapering erbij. En ik zit inmiddels al helemaal onder de glitter. Dus dat wordt wat. Een kerststerren-slingertje. Dat gaan we zo direct wel bekijken. Dat is ook leuk voor de aankleding. Een nijptang. Nou, die zou ik er maar niet in hangen, want dan stort de muts gelijk in elkaar. Leuk. En dan nog een lichtsnoertje. Heel subtiel lichtje. Oké. En dus heel veel glitter. Oh, dan komt er nog een lijmpistool tevoorschijn. Oké. En een verlengsnoer. Een verlengsnoer. Voor het lijmpistool. Oké. Nou. Mijn mystery case die haalt hem even uit de knoop, het flinksnoer. Dus dat zijn de spullen die we gaan gebruiken. Waar ik dus mee aan de gang moet, onder andere. Ik ben heel erg benieuwd of ik daar wat mee leuks weet te creëren. We gaan het beleven. We gaan zo de mystery guest naast mij zien zitten. Dan ga ik hem aan jullie voorstellen. Dus laten we dat maar gaan doen. Even de boel een beetje knap neerleggen. En dan gaan we aan de bak samen. Dus leuk! Nou, daar is hij dan. Mijn gast, Dennis. We gaan dus samen de foute kerstmuts pimpen. Dat is leuk. Hij is nu al fout toen ik hem opzette. Ja, vreselijk. Ik zei al, we kunnen wel zo de Efteling in de droomvlucht. Als boze elfen. Ja, twee homo's die dus de muts van Siem gaan pimpen. Homo? Ja, twee homo's die de muts van Siem gaan pimpen. Oeh, dat wordt wat. Ja. Ik heb wel mijn kleuren. Ik ben naar Mike's Valhalla gegaan. En toen mocht ik kleur uitzoeken. Ja. Maar ik had deze al gemaakt. En ik dacht, nou, wel een ander kleurtje. Dus dat een beetje... Ja, foute kerstmuts. Wat voor kleuren? Ik dacht eerst gewoon eigenlijk heel simpel. Rood-wit. Maar ja, dat is zo... Standaard. Zo kerst. Ja. Ja. En ja, groen ook wel een beetje. Maar dat vond ik al wat fouter. En dan een mooie zilveren rand. En jij hebt dan een mooie gouden. Ja. Op baas boven baas, hè. En nu gaan we kijken of we hem kunnen pimpen. Ja. Dus hebben we twee flessen om de muts even overheen te schuiven. En ja. als we er gewoon klaar mee zijn, dan... Trekken we de fles open en slaan we die erachter. Dan. Ja. Nou, op die manier ook een beetje in de kerstsfeer. Ja. Ja. Ik ga hem even afzetten, want dan krijg je echt een warm broeihoofd. Oh. Oké, kijken of je dan... we kunnen ook een beetje... Hans Klok, let op. Fuji. Weg. Oké, okay. Ja. Ja, nou okay. Dan hebben we een lijmpistool. Dat ligt tussen ons in. Dus dan kunnen we en even een kartonnetje eronder, want die lijmpistool die heeft af en toe last van een... Stuiptrekking. Druiper. Ja, ook nog. En we hebben genoeg lijm. Hoe? Oh, even een beetje zo. Ja, de snoertje is kort. En... Ja, kijk, de meeste spullen heb ik gehaald... Kan dat op YouTube dat je namen noemt of dat je gewoon zegt van nou, het is een hele grote winkelketen waar iedereen... De AC Tion. Ja, de AC, ja, met blauw, met wit. Daar komt eigenlijk het meeste vandaan. En deze bij het is ook niet gesponsord. We hebben alles zelf gekocht. En deze lampjes komen alleen bij een bouwmarkt vandaan, wat een beetje ruimt op gewei. Oh ja. Nou, winkels mag je gewoon noemen hoor. We hebben alles zelf gekocht. Nou, en deze hele berg... Die zat net nog niet in beeld, zo. Dat is eigenlijk allemaal wat we nog op zolder hadden liggen. En we hebben voor dit jaar wat nieuwe slingers
Ja, gewoon nieuwe kerstspullen. Nieuwe kerstspullen. Dus dit kunnen we eventueel gewoon verknippen of een beetje gebruiken. Ja, dat is oude meuk. Ja, oude. Zal ik dat anders even... Want je ziet het toch niet in. Dan leg ik het even hier. Ik leg zoveel spullen op tafel. Zo. Ander. Zo. Ja. Of... Dat hoekje had ook nog geen glitters, niet wel. Nee, oh, is ook wel leuk. Gewoon... Oh, deze is wel heel lang, hè? Die drinken. Oh, ja. Glitters in mijn drinken. Welke is nou... Ja. Even zo... Ja, kleed lekker af. Kleed lekker af, lekker aan, zo. Ook dat. Zo, leuk. Ja. Dat is toch ook fout, dit, zo? Heel fout. Ja. Oh, het kriebelt in mijn nek. Ja, het is ook niet bedoeld om te dragen, hè? Nee. Ja. Weet je? Ja. Nou, dat wordt nog hier. Nee, het is dus de bedoeling dat we de muts gaan pimpen. Ja, met de spulletjes die we dus nu allemaal hier op tafel hebben liggen. Zo. Zal ik eventjes kijken hoe we het allemaal gaan bevestigen, want niet alles gaat met een lijmpistool vastgezet worden. Nee, nou wat ik zelf dacht, want dit is allemaal, we doen het helemaal voor het eerst. We doen natuurlijk wel iets vastlijmen, die balletjes en weet wat. En misschien kunnen we dan daarna dit, dat we dat niet hoeven vast te lijmen, zo'n beetje over wat we hebben bevestigd. En ja, dan moeten de batterijen natuurlijk nog in die muts. Ja, dus een beetje proberen. Top. We zien het wel. Wel, en hoe het pakt, hè, dat lijm hierop. Als dat helemaal niet pakt, ja, dan, toch echt... ja, dan hebben we een probleem en dan moeten we wat anders gaan bedenken. Dan is het een grote mislukking. Dan kunnen we altijd nog de haakjes van zolder afhalen, voor deze in ieder geval. Dat je toch nog met een haakje hier, dat kan wel hier doorheen. Ja, maar, oh, komt wel goed. Ja, we gaan wel... We hebben in ieder geval genoeg spul liggen. Ja, zit de stekker er al in? Ja. Ja. Okay. Dat puntje... Die is heel heet. Is heet, ja. Ja. Dus die drukte ik op mijn elleboog hier. Kun je hier nog een klein... Ja. Was het eerste... Ja. Ja. Heb je 112 gebeld? Nee. Nee. Oh, oké. Okay. Maar het was wel verschrikkelijk. Oké. Okay. Okay, nou. Waar gaan we mee beginnen? Had ik deze al op gehad? Hoe staat die mee? Enig. Je hebt hem achterstevoren op. Oh jee. Hier, dan begint het al. Ja. Achterstevoren. Oh, dat kan natuurlijk niet. Zo, ja. Zo, ja. Kijk, ja. En dan had ik dus deze, daarom had deze tang. Want, ja, dit is natuurlijk een beetje, dat weet ik niet. Maar als we hem gewoon dan hier even doorknippen. Hoezo daar? Kan dit toch ook even knippen? Ja, dit is de veer. De veer die zit op plastic daar gedrukt, had ik al gezien. En dan is hij helemaal, dus ik denk dat je het beter, het plastic gewoon door, dat je een stukje plastic vastlijmt. Want anders dan, dan is die van de veer af. Het zit hierop, zo. Dus ik denk hier doorknip en hier en dan... Lekker praktisch. Ja. Nou ja, we zien het. Nou ja, we kijken wel. Ja, oké. Okay. Ja. We gaan gewoon aan de bak. Waar zijn die patronen? Die liggen hier naast op de grond. Ja, maar er ligt wel genoeg op tafel, dus... Ja, wat zit er? Ja. Verbaat, nee. Nou, even hadden net ook een schaar liggen, toch? Ja, daar. Dat weet jij nog niet. Oh jee. Als we klaar zijn... Dus helemaal klaar, zeg maar. Dat je van, nou, dan heb ik nog finishing touch. Maar die heb jij nog niet gezien. En het hoort niet, dus het hoort, dus dan wordt het echt een foute kerstmuts. Alleen is het meer een totaalplaatje dan. Dus de kerstmuts is dan af. Ja, het hoort niet bij de kerstmuts. Maar als je hem op hebt, de kerstmuts, dan heb ik nog iets. En dan maakt het echt helemaal een fout plaatje. Maar dat weet jij niet. Dus dan moet je je ogen dicht doen. En dan... Doe je ogen weer open en dan kijk je naar links. We hebben hier de grote spiegel. Nee, dat zie je niet, hè? We hebben hier de grote spiegel. Of nee, je kijkt natuurlijk gewoon in de camera dan, ja. Ja. Want we kijken naar de camera, maar de camera heeft ook een schermpje wat omgedraaid is. Dus wij kunnen zien dat de camera naar filmt. Ons kijkt. Ja, dat de camera ons... Nee, wat de camera filmt. Dus. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik zag dat en... Pak ondertussen ook even wat te drinken lekker, hè? Dat, ja. Dat doen wij er ook gewoon lekker bij. Een lekker kopje thee. Ja, en als er per ongeluk iets van een foute kerstboer ontsnapt. Jij thee, ik heb cola. Ja. Nee, ik heb... Namaak cola. Nee, niet nee. Het is wel echt merk, maar het is geen cola. Het is de concurrent. Het is de Pepsi. Ja, goed. Ik ga vast weer openmaken. Dan zitten we hier morgen nog en dan hebben we nog niks uitgespookt. Hij is nu warm genoeg. Hij begint... Hij druipt. Hij druipt. Lekker doen. Oh, ik heb nog helemaal niet bedacht. Overal glitters. Ik zit helemaal onder.
Nou ja, hè? We moeten toch de kerstboom nog opzetten, dus er komt er alleen nog maar meer troep bij. Ja, oh, en mijn puntje. Heb jij al gedacht over je puntje? Ik wil iets bij mijn puntje doen nog. Dat moet ik ook nog even pakken straks, heb ik bedacht. Ik ga hier... dat pak ik straks wel. Nou, het puntje van je... Kijk, dit is de piek. Ja? Nou. Ja? Dan kan je die... Ja, tuurlijk kan je die strik zo. Maar ik wil wel een strik. Maar ik doe er nog iets anders op open. Dat moet ik nog even pakken. Dat vond ik ook wel een beetje fout. Als het lukt, als het blijft plakken. Nou, het zit nu al vast, dus dat gaat goed. Maar, Nee, maar het is toch... Zo. Oh ja, even deze openmaken. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja, dan zie je hem maar inderdaad maar aan één kant. Ja, maar je draait hem toch niet... Ja, maar als er iemand achter je staat, zien ze hem niet. Dan moet je omdraaien. Ja. Als je dan achter je hoort van, oh wat een mooie kerstmuts, dan draai je om en dan zien ze... Je strik. Ja. Maar je hebt dus nog meer spul. Ja, niet veel. Nee, geen kerst. Dit is gewoon wat ik hier nog bij wil. Dat is gewoon huis, tuin en keuken iets. Wat we gewoon in huis hebben altijd. Dat is eigenlijk gewoon een simpel... En als, helemaal als laatste heb ik nog inderdaad iets. Oké. Okay. Wat er dan bij doet om het af te maken. Voor allebei. We hebben allebei dat. Maar dan is alles al klaar. Dus niet iets voor op de muts. Oh ja, ik heb het al bedacht. Kijk, die rand. Ik hoop niet dat die om gaat zijn. Ga ik zo. Zo. Even kijken, zo. Kijk het voor. Of zal het een beetje... Nou, ik denk dat als je hem dan opzet, dat... Dat hij naar beneden... Ja, je moet hem natuurlijk niet hier aan de rand hangen. Maar nee, dan ben je tenminste zeker dat je niks meer ziet. Ik doe hem echt hierin. Ik ga gewoon even één doen. En dan even op... of twee. En dan even opzetten, kijken of het naar beneden flapt. Oh, ruik je dat, die lijm? Straks worden we nog high. Oeh. Ja. Lekker joh. Nou, ik ga het gewoon proberen. Dronken. Even kijken of niet veel. Oh ja, gaat best snel. Hij blijft. Ik denk dat het wel gaat. Ja. Oké, en je wou deze dus eraf knippen. Ja, gewoon even links en rechts van die. Even inknippen. Ja, ik weet niet wat die. Perfect, veel. Oh ja, kan ook nog. Ja, al die drie. Is het geen glitter, is het wel pluis. Het is wel een beetje zielig zo, dit. Kijk, wat ik daar eigenlijk zo. Kijk, dan kun je links een soort van. Ja, hoe weet je dat nou? Als hij zo. Nou ja, we nemen allebei een. Sneeuwvlok. Geen idee of ik hem ga gebruiken. Dat zien we wel. Even kijken. Ja. Oeh, leuk. Blijf vastplakken. We kunnen het een beetje zien, want ik ben natuurlijk wel heel laag bezig. Ik zie dat het de camera... Ja, maar als de camera nog wat meer naar beneden richt, dan zijn wij gescalpeerd. Wacht, ik doe gewoon af en toe eventjes. Even kijken hoe deze zit vast. En deze zit vast. Ik weet niet of staat hij ook op een fles, hè, zodat hij stevig blijft staan. Ja, kijk, ik heb nu dus twee zuurstokken op de rand vastgelijnd. En dat ga ik rondom. rondom doen. Wil jij rood of zilver? Kies jij. Ja, ik krijg zilver. Ik doe gewoon rood. Vraag het dan niet. Ja, ik doe dus beleefd me. Ja, je had toch al besloten. Ja. Wil je rood of zilver? Zilver is het, ja. Zoiets. Ja, ik vind het leuk. Nee, je mag eventueel, dan verzin ik wat anders. Je mag ook zo, kijk, dat je hem aan beide kanten hebt, je voor en achter een strik. Gebruik ze allebei. Zo ben ik. Ja, heel lief. Maar wat ga jij dan in je piek doen? Ja, dan verzin ik wat anders. Ja, ik had sowieso al iets bedacht erop. Maar misschien dat ik dan meer daarop doe. Ja, ik doe gewoon meer op mijn piek dan van wat ik er al op wou gooien. Ja.
van deze af, joh, die glitter. Nou, ja, kijk. Nee, nee. Even kijken, zit die vast? Ja. Oké. Het hangt wel iets. Oh, die ja. Zo, rondom nu. Oeh, als die fles er in één keer uitknalt, dan gaan we. Even zo. Ja, dus je wel gelijk gedoopt. Ja, maar de rest van de woonkamer ook. Oké. Okay. Nou, mooi. Klaar. Ja. Ja. Maar ja, jouw muts die is wel wat strakker. Ik heb jou wat strakker gehaakt. Ik merkte toen dat ik deze klaar had, dat het voor het mooie eigenlijk een beetje aan de slappe die waxkant was. Mm. Dus ik heb hem bij jou, toen heb ik hem wel wat strakker gehaakt. Want ik heb ze dus gehaakt, hè? Dennis niet. Nee, ik heb gekeken en een kleurtje uitgezocht. Klopt. Een bepaald garen, hè? Hoe noemen we die naam? Kolkrafter. Kolkrafter, oké, okay, ja. Ja. Ik heb het je horen zeggen, maar ik weet al die namen niet. Oké, okay, dus dat is niet waar. Tijdens het bewerken van de Creatoo-video liep je de namen te verkondigen uit de kars bij kaart. Dat ik echt dacht van, hoe weet je dat in hemelsnaam? De Katana, of de Katona, Katona Garis. Van, oh, dat is Katona. Ik dacht, huh? Weet je dat? Ik kan lezen. Die etiketten waren niet eens te zien. Ik heb gewoon een gave. Uh-huh. Oh, ik weet niet waar ik verder moet. Heb ik deze idee al horen zeggen, ook op de Facebookgroep van Siem. Hoe fouter, hoe beter. Zal ik eens kijken of ik... Kijk, ja, oh. Als ik deze slee nu. Zo tussen Ik had eerst twee tekens erop kunnen zetten. Nou, twee slees zou doen. Dan heb je het over een zware piek. Ja, dan gaat hij helemaal... Want ik wil er nog meer op doen. Om het... Ja, als dat... Als hij gaat... Ja, hij is een beetje... Maar is toch leuk zo? Foute kerstmut. Leuk! Ik ga het zo doen. Ik ga het echt doen zo. Dit gaat er niet worden. Hout op hout. Het plakt niet. Oh. Crisis. En dat plakt al wel weer aan dat... Hoe ga ik dat doen? Ik ga het nog een keertje proberen, wat meer van dat... wat raar, dat zou toch... zou toch gewoon moeten lukken. Waarom gooi je dat nou aan mijn kantje, hier? Haal lekker bij je. Ik heb al zoveel troep hier al. Ik had beter dus mijn punt later kunnen doen. Ja, dat zeg ik vaak genoeg. Ja, puntje moet je later doen. Ja, en als ik nou die... Dan kan je het wel ook gewoon opzetten. Het is wel... Ik vind het wel leuk, hè. Meer piekerig. Het is wel meer piekerig, ja. Ja. Ja, dat is zo. Maar dat doe ik wel, want anders gaat hij al... Want jij hebt versteviging op je punt. Ja, maar het is even... Kijk, ik heb mijn de fles... Mijn muts is steviger ook, hè. De fles die gaat allemaal tot hier bij mij. Ja, bij mij maar tot hier. Ja, daarom. Dus daarom... Het kan... Ik heb een slappe muts, jij hebt een stevige muts. Ja, maar wij hebben ook niks met mutsen. Daarom, nee. dit gaat... Dit was bij voorbaat al mislukt. Ja. Even kijken, kan ik dat zo doen? Ja, ik ga onder die flap zo. Kijken of dat blijft hangen. Ja, dat zo. Ja, doe je gewoon lijmen rondom. Ja. En desnoods haal je dit er vanaf. Nee, want ook hier kan ik op lijmen. Want anders dan hou je... Nou ja, even... Kijk, je hebt nog best een stukje over. Ja, nou ja. Gaat ze, zoek het uit. Ja, zoek het uit, ja. Ja. Het moet niet te veel op één, het moet ook gewoon rood doorheen, ja. Dus is het niet fout genoeg. Oh ja, ja, jij zei geel, maar het is goud, hè? Ja, maar ik ben kleuren doof. En hier heb je nog rood. Kijk, dit gaat ons lukken. Wij, Kijk. Wij zijn meer gemaakt voor ballen als voor. Maar, je wijst natuurlijk mee naar de Creatoo. Het was inmiddels beurs zoveel waar je geweest bent natuurlijk met mij. Wat vind je er nou van, zo'n beurs? Het is natuurlijk niet echt iets waar jij je verder mee bezighoudt.
Nee. Ja, het is een hoop. Er komen natuurlijk heel veel, heel veel mensen. Zeker de eerste, want het was nu vrijdag, hè, de eerste dag vrijdag. Ja. Met Von op de kraan bij Caro. Stand. Stand. Op de markt heb je kramen. Ja. Met een staantafeltje erbij en natuurlijk aangekondigd. Dus er kwamen daar mensen en dan zei ik natuurlijk gewoon te wachten. Op dacht ik, maak wel een rondje, alvast een beetje verkennen, kijken wat ik allemaal kan filmen. Dat doe ik dan allemaal terwijl jij bezig bent. Mm-hmm. Aan de andere kant moet ik dan wel weer dat in de gaten houden om de mensen die langskomen en in gesprek gaan, om dat ook weer te filmen. Dus voor mij gewoon een hoop wachten en rondkijken en wat ja, op de achtergrond natuurlijk, terwijl jij heel actief en met mensen, dus het kan met tijden is het, ja, dus met, heb ik een soort een lotgenoot aan Wiebe natuurlijk, Wiebe. De tweede dag, ja. Zaterdag, zorg hem ook gewoon eigenlijk naar jullie kijken en filmen, terwijl jullie natuurlijk ja, meer actiever bezig zijn. Ja. Maar verder vind ik het, ik vind wel wel leuk. Maar echt zo'n dag, zo'n hele dag, echt tot 's avonds 6 uur. En dan denk ik van, dat op een gegeven moment, dan had je zelf ook van het stilstaan. En ik heb natuurlijk continu die camera. Op een gegeven moment ga je je armen voelen en je rug en alles. En allemaal, kan het wat lang duren. Maar aan de andere kant, als ik dan even de vrije tijd heb, dan ga ik natuurlijk ook over de beurs. En dan zie ik toch ook wel leuke dingen. En dan heb ik niet echt, ik heb natuurlijk geen verstand van hoe noem je dat? Haken, en de garens. Maar het zijn natuurlijk ook allemaal workshops waar mensen van alles maken. En dat vind ik ook wel leuk. Ik heb het niet gekocht, maar ik zat er wel een beetje naar te kwijlen. Zo'n stand met allemaal, dat je ook met kaarsen. Maar dan zat er een soort gel in. En dat je er dan helemaal, en dan een soort van, net of het een drijvend rondje was. Dat vond ik allemaal wel. Ik weet niet precies hoe dat... En ze waren kerststukjes natuurlijk aan het maken en ze waren glas aan het graveren en er is natuurlijk van alles te zien. Ja, maar dat is dan wel weer jouw voordeel. Jij kan wel op je gemak echt lekker de beurs bekijken. Dat konden Voor en ik niet. Omdat we natuurlijk door heel veel mensen aangesproken worden en zo. Dus we hebben ook echt een heel groot gedeelte van de beurs ook gewoon echt niet kunnen bekijken. Dat is dan weer jouw voordeel natuurlijk wel. Maar je hebt wel even goed wat gekocht op de beurs. Ja, die slinger met die ballen erin met die op... Met dat, ja, dat waren zo'n lichtslinger waar je bolletjes op kan zetten. Bolle wol. Waar je dan een slinger... Ja, die moeten we nog maken, maar dat ga je nog wel filmen. Toch als we alles gaan opstellen hier. En, ja. Dan komt die ook nog wel in beeld. Ja. Maar wat vind je er dan ook bijvoorbeeld van? Zoals voor en ik op de beurs worden door Jan en allemaal aangesproken. Wat vind je daar nou van? Dat wij... die bekendheid hebben, zeg maar. Nou, maar dat vind ik alleen maar leuk. Of tenminste leuk. Eigenlijk, tenminste vind ik het wel bijzonder ook. Maar je zou denken van, kijk, Von heeft natuurlijk een groot bereik. En jouw bereik wordt ook al groter. Er komen steeds meer mensen die ontdekken. Maar het is een... je hebt natuurlijk ook kanalen op YouTube... En die hebben honderdduizenden mensen, weet ik veel, of jongeren misschien wel. Maar dat zijn natuurlijk, dat is Jan en alle man. En jullie hebben natuurlijk een heel specifieke doelgroep. Ja. En voor die doelgroep heb je natuurlijk wel een heel groot bereik. Want die zijn echt, er zijn natuurlijk een stuk minder mensen die echt geïnteresseerd zijn in haken als andere YouTube-kanalen. Dat je er, dus dat er gaat, zijn het mensen die voor jullie komen, zijn ook echt geïnteresseerd. En dan toch met dat, misschien nog wel ten opzichte van andere kanalen, wat beperkte bereik, gaan ze naar de Creadoo toe. Voor henzelf natuurlijk ook, maar dat is het ook heel erg leuk. Dat ze ook specifiek komen voor jullie, om dan toch op de foto te gaan. En dan vind ik wel bijzonder dat mensen daar dan echt speciaal voor komen. Maar het is natuurlijk wel een heel specifieke, Ja, maar ik blijf het zelf ook altijd een apart iets vinden, hoor. Kijk, je bent natuurlijk... En herkennen, dat is wel leuk. Ja, maar zoals nu dan ook, daar staat de camera aan. Wij zijn daar met z'n tweeën aan het kletsen. Maar totaal geen benul dat uiteindelijk mensen dat ook allemaal gaan bekijken, ook allemaal. En daar dan ook wel weer op gaan reageren. Dat heb ik op de Creadoo ook gezegd. YouTube is voor mij iets wat ik doe.
zonder het besef te hebben dat er zoveel mensen naar kijken. Ook, want ik zie alleen maar getalletjes. En die getalletjes die staan dus voor mensen ook. Maar juist door een creëer doe dan bijvoorbeeld, kom ik er ook echt achter dat inderdaad die getalletjes echt mensen zijn. Dus dat sta je in de rij te wachten en dan is het ineens, hey Mike. Ja, en dan denk ik hey. Die lijm snel. Ja, je moet echt heel snel. Oh, kijk, hij moet even een nieuw in. Want, even dichterbij, de slees en dan allerlei verschillende kleuren kerstballetjes. Dat is wel het voordeel van Teesboom, zo. Je kunt hem alle kanten opdraaien. Dus je kunt hem echt aan alle kanten versieren ook. Gewoon een normale kerstboom, net je altijd een kale achterkant. Ja, meestal zet je hem natuurlijk tegen een muur of in een hoek. En dan hoef je dat niet te versieren. Tenzij je hem ergens midden in, dan ga je hem rondom. Maar ja, dat is nu natuurlijk sowieso. Want ja, als je natuurlijk rondloopt met die mooie ster, dan wil je ook de achterkant van je ster kunnen laten zien. Ja, maar ja, als je continu naar beneden zakt. Ja. Nee, dat wil je niet. Dat je nagefloten wordt op straat en dan herkend wordt aan je uitgezakte ster. Nee, dat wil je ster ligt op de grond. Ja, nee. Hallo meneer. Ja. Ja. Nee, dat, wat is nou... Ja, leuk. Maar ja, aan de andere kant, het heb ook wel wat. Zo, ja, het is wel een, hij is wel fout. Maakt hem extra fout. Dat is het. We willen het natuurlijk wel mooi maken, maar ook fout. Als ik hem straks van die fles afhaal en op ga zetten, dan heb ik kans dat mijn hele muts in gaat storten. Ja, maar dan moet je hem gewoon even eraf halen en dan kijken. En dan eventueel, dan moet hij toch verstevigd worden. Maar alleen, want je hoofd gaat tot hier. Dus daarboven kan je. En we zitten natuurlijk nog met... Tot hier, denk ik hoor. Ja, en we zitten nog met dat kastje van... Want dit zijn 20 ledjes... Dat kastje met batterijen, die moet ook nog ergens aan de binnenkant. Ja. Dus dat moet ook nog een beetje... Maar daar mag je wel kiezen. Welke jij wil. Een ster of een sneeuwvlok. Kijk voor. Nou, daar ga ik... Oh ja. Daar ga ik nog even over nadenken. Oeh. Maar nou, je ziet mij sowieso natuurlijk dagelijks haken, breien, creatief bezig zijn. Heb je nou nooit een moment gehad dat je dacht van, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel gaan leren? Nee. Want het is bij mij echt daardoor gekomen ook, dat ik anderen ermee bezig zag. Dat ik echt zoiets had van, ik wil dat ook wel een keer gaan proberen. Maar jij hebt dat dus niet? Helemaal niet, nee. Ik heb en ik snap ook niet dat jij het doet. Want jij... Hoezo? Nou ja, je staat niet bekend om je geduld, zal ik maar zeggen. Als iets niet lukt of weet ik veel wat, dan is het al gauw... Vloeken, tieren, smijten. Ja, precies dat. En dan ga je en dan wel. Ja. Heel rustig, cool. Echt, ik heb daar geen geduld voor, zeker niet. Nee, ik weet ook niet waar ik dat geduld vandaan. Omdat het geeft mij ook gewoon rust. Echt lekker ontspannen ook. Zo. Daar kan ik gewoon echt helemaal lekker in verdwijnen dan ook. Ja, nou ja, kijk, wat ik wel leuk vind, maar dat hebben we nog niet samen gedaan. We zijn natuurlijk wel samen erop uitgetrokken om spullen te zoeken in de natuur voor dat verven. Nou, dan film ik soms ook, hè, dat ik achter je aanloop, dat soort dingen. En dan we hebben kastanjes gezocht, we hebben die bessen hebben we gezocht, dat we naar het Geesperambacht gingen. Die, noem je dat, die donkerblauwe... Vlierbessen. We hebben van die ronde oranje, die struiken met die prikkels eraan. Hoe heet die mini-pompoentjes zien ze eruit? Rozenbottels. Rozenbottels, ja precies. Die hebben we gezocht. Ja, maar die konden we niet vinden. Nee, nou ja, we vonden ze wel, maar dan waren ze nog niet goed. Goed. En toen kwamen we later een keer en toen waren al die struiken ook gesnoeid. Kijk, hier kan ik nog even. Dus dat was een beetje jammer. Nou, en wat hebben we nog meer? Kastanjes. Daar zijn we naar bergen geweest. Naar het bos. Of wat was het, schorrel? Ja, kastanjes en eikels. En eikels, ja. Ja. Nee, je vindt het niet leuk om het zelf te doen. Maar je vindt het wel leuk om achter de schermen, zeg maar, mee te helpen. Ja. Nou, ik vind het niet erg ook om, want af en toe, weet je, bij de creatie doe ook, vind ik wel leuk om ook af en toe mezelf even te filmen. Om dan, omdat ik toch betrokken ben en mee ben en dat soort dingen. Dat vind ik wel leuk. Maar dat is eigenlijk ook nu voor het eerst dat je dat echt bewust gedaan hebt. Ja, even bij kijken, want diegene die in beeld kwam, dus Siem en Desiree en Miranda zag ik voor het eerst. Ja, ja ik ook. Maar je hoort het wel, want dan ben je natuurlijk op Facebook of aan het, noem het niet FaceTimen, maar op een andere manier ben je toch met ze in contact en dan in gesprek. Dus Fon, die zie je natuurlijk, nou, als je die weer ziet,
En ik film ze, dan is het, en dan zeggen ze ook hallo, hallo. Maar dan is voor de kijker ook wel leuk tegen wie ze hallo zeggen natuurlijk. Ja. En dat was dit keer natuurlijk de eerste keer dat je dat echt bewust gedaan hebt ook. Dat je ook echt bewust in beeld kwam. Dus dat vind ik wel leuk. Maar ja, ik kom natuurlijk op een andere manier dan. Ik ben, Ja, echt achter de schermen. Als cameraman dus. Ja, als cameraman. Of inderdaad tijdens verfvlog of wat dan ook. Dat je dan meeging om spulletjes te zoeken. Ja, want we hebben ook nog van die... Wat hebben we daar nog meer gezocht? Wat heb je... Mijn moeder heeft toen eens peertjes, maar dat heb je nog niet gedaan zeker. Dat lukte niet erg met peertjes. Nee, klopt. Braam heb ik wel gedaan. Dat was echt een verschrikking. Nou, het was niet zo, maar al die tig honderden van die bloemetjes, van die kleine bloemetjes die we aan het plukken waren. Die paarsige, roze, dat we die aan het zoeken. Klavertjes. Klavertjes, ja, maar die al dan in bloei stonden. Ja. Al die kleine... Ja. Nou, dat doen we dan ook met z'n tweeën. Paardenbloemen hebben we ook samen verzameld. Paardenbloemen, al die koppen eraf. Jezus, ja. Oh, oh. Ja. Ja, dus achter de schermen werken we wel veel samen voor mijn YouTube gebeuren. Maar je hebt dus niet de ambitie om ook zelf te gaan haken of breien, macrameën. Maar mensen die hebben ook... Kijk, je moet het ook wel... Ik ben echt niet zo... Als je vraagt mij om wat te tekenen, nou dan... Ik kan beter... Zo'n poppetje, weet je, als je vroeger deed, zo'n poppetje met met van die stokhandjes. Nou, dat was het dan net niet, maar ik ben wel... Een barbapapa, dat zou misschien ook nog lukken. Ja. Ik doe natuurlijk in huis eigenlijk van dingetjes, gewoon doe ik allemaal. En dat wij, bij het vorige huis heb ik de hele tuin zelf ontworpen. En, en allemaal dat vind ik allemaal wel leuk, dat kan ik wel doen. Maar dat kleine, dat ge... Ja, en qua tuin en dat soort dingen, daar heb ik dus gewoon echt weer helemaal drie keer niks mee. Met je handen in de grond en zo. Daar ben ik gewoon echt helemaal niet van. Dus dat kan ik allemaal wel. Maar wat zou ik daar nou... Ik vind het wel leuk als iets af, maar zo'n deken, hoe lang je daar dan ook mee bezig bent. Die kaarsen maken, dat was toen wat ik wel gedaan. Maar dat was voor het goede doel natuurlijk. Voor de samenloop vooral wat we dan deden. Toen ben ik begonnen met die kaarsen. Ja. Dat vond ik wel leuk om te doen. En toen heb ik ook wel verder gaan kijken. Nou, wat kan je daarna nog allemaal meer mee doen? En wat voor spullen? En dat vind ik wel... Nou, Mike heeft de ijsdraad gehaald. Ja. En ik vond nog een... Even een houtstokje. Dat kan natuurlijk ook nog in het puntje. Ik ben ook doorgegaan. Ik heb op de rand heb ik een kerstmannetje. Een beertje. En nog een sneeuwpop. En dat is koude thee. En ondertussen wat meer balletjes. Je hebt wel heel veel lijmdraden zitten ook. Ja, ik had net, had ik crisis, dat jij die ijsdraad ging halen. Want ik had die kerstman in zijn kladden gepakt. Deze rode. En dat had ik zijn ruggetje ingesmeerd. En toen dacht die kerstman, doei. Dus die flikkerde hier op die rand. Dus er zat allemaal lijm. Dus ik moest een beetje... Oké. Okay. Een opstandige kerstman. Ja, de kerstman is een beetje eigenwijs. Ja. Ja. Daar staan ze wel onbekend, volgens mij. Of niet? Ik heb twee. Foute kerstmannen dan. Geen idee. Maar zoals dit, weet ik vroeger, dat wij op de school, we zaten op dezelfde school in Schagen. Dan had je ook nog wel eens, hadden we planten teelt. En dan had je ook nog wel eens dat je... leuke dingen ging maken. Ook wel eens een kerststuk of bloemstukken. Zoals dit. Ik vind dat wel, dit vind ik wel leuk. Dit vind ik dan wel leuk om te doen, inderdaad. Maar echt... Je moest natuurlijk die eerste twee jaar... Je moest je glitters allemaal onder je neus. Ja. Heb je glitters gesnoven? Ja, lekker. Oh. Met guilty pleasure. Glitters snuiven. Ja, bij de eerste twee jaar moesten we dat verplicht allemaal doen... En na die twee jaar mocht je dan zeg maar een beetje een richting gaan kiezen voor welke kant je op wou gaan. Ja. Nou, ik wist niet hoe snel ik al die planten, groen dingen en zo moest laten vallen. Ik vond het een verschrikking. Weet ook nog wel, ik weet niet of jij dat toen ook nog gedaan hebt. Dat we toen met de klas, ergens volgens mij ergens in het voorjaar, werden we in zo'n busje gezet. In je overalletje met laars aan en je voelde je echt net een crimineel in zo'n bus. Je mist alleen de ketting daarna aan de bank. En een oranje hesje. En zo. En dan
Maar dan moesten we naar de lentetuin. Moesten we al die bollen moesten we planten. Dat heb ik ook eens een keer gedaan. Ja. Hoe heette dat nou? Waar was het nou? Annapolona. Annapolona, ja. De lentetuin heette het gewoon. Ja, ja. Wat een verschrikking. Maar al die kuilen graven, dan de bolletjes erin, kuil weer dicht en hup naar de volgende kuil. Ik heb het nooit gezien, terwijl ik dat deed, dacht ik ook van, wat een drama. Maar dat moesten we een cirkel graven, van een meter doorsnee of een halve meter in het rond. En dan, een paar centimeter diep en dan moesten die bolletjes erin, puntjes allemaal netjes omhoog. Maar heel veel, dus gewoon echt allemaal naast elkaar. Er werden tig gaten gegraven, tig keer die bolletjes erin en... hele mooi, allemaal ronde cirkels. Maar die cirkel was helemaal opgevuld. Dus echt van niet een rondje met bloemen. Echt van binnen. Dus dat, kijk, om het erin te gooien is het... Is het ook, want je kwam daar binnen op dat gebied dan, zeg maar. Dat was gewoon allemaal kaal. En je zag gewoon echt overal van die zakjes liggen. En daar moest je dan inderdaad die gaten graven. En dan moest je die zakjes daar dan in stoppen. Dat waren dan de bloembommen. Echt, ik vond het een verschrikking. Maar ik heb nooit gezien eigenlijk dat als het volgens mij mijn ouders waren. Ze zijn afgelopen ook nog naar de lentetuin geweest op de fiets. Want ik wil het best wel eens een keer zien. Nee, ik niet. Dan denk ik alleen maar van, dat gat heb ik gegraven. Dat gat heb ik gegraven. Nee hoor. Ik krijg gewoon spontaan last van mijn rug als ik er aan terug denk. Ik haal hem weer eventjes omhoog. Ik heb nu wat meer. Ik ben toch weer erin gehangen. Dan? Nee, want dat is inderdaad wel grappig dat je erover begint. Want wij hebben dan op de middelbare school bij elkaar op school gezeten. Maar jij bent nooit een van die kanten opgegaan. Naar die middelbare school. Nee, en achteraf heb ik toch ook nog verkeerd gekozen. Maar ik wist het gewoon helemaal niet. En sowieso vond ik school een drama altijd. Ik heb het nooit leuk gevonden om naar school te gaan. Nee, want dat was het klusjescollege wat we gedaan hebben samen. Ik ben toen de dierenkant op gegaan. Daar heb ik ook nou echt wel een tijd mee gedaan. Want daarna ben ik nog een vervolgopleiding begonnen in Klusjes Alkmaar. Een mbo-opleiding. En wij waren toen de eerste groep die dierverzorging gingen doen. Nou, ik ben daarna 2 jaar mee gestopt. Want met die diploma kon je gekant op. Maar ik heb nog echt wel een tijdje in de dieren gewerkt. Ook voordat ik echt de overstap maakte naar wat anders. Maar jij hebt echt helemaal niks qua bloemen, dieren of wat dan ook gedaan met die school. Nee, daarna ben ik toen naar Den Helder school gewassen. Gewoon puur, ik ben nog leerplichtig. Wat moet je doen? Yeah. En toen wist ik het. Maar nu, kijk, ik wist al wel iets dat ik iets met controle of handhaving of politie of buitengewoon opsporingsambtenaar. Uiteindelijk ben ik in de beveiliging beland. En daarin allemaal weer door zitten leren. Maar achteraf gezien vind ik gewoon de zorg gewoon veel leuker. Veel meer met mensen. En wat ik nu doe, dus in de zorg werken, in een ziekenhuisomgeving waarbij ik de beveiliging en toch heel veel contact met mensen. En daar zit ik wel meer op mijn plek. Ja. Maar had ik dat toen geweten, dan had ik wel nog een opleiding gedaan van 3 of 4 jaar. En nu heb ik daar... Gewoon echt volledig de zorg in te gaan. Ja, wat ik doe dan, zeg maar. Ja, wat jij doet. En kijk, wat jij doet, jij kan wat doen in de zorg. Maar wil je... Ja. Het is, kijk, alle vormen van zorg is natuurlijk goed, hè? Dat is helemaal... Want het is een helpende en een verzorgende, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar dan mag je wat minder. En als ik dan de keuze zou willen maken, dan zou ik... echt nog wel 3 jaar zoals wat jij... Nee, dat je wat meer handelingen mag doen ook. Ja. In plaats van... Maar ik heb wel naar zitten kijken ook hoor, ook waar ik nu zit kijken, maar ook een opleiding helpende om gewoon af en toe eens in te vallen op een afdeling om mensen dan toch eten, te helpen met eten of aankleden, zou ik ook wel leuk vinden. Maar dan zit je ook alweer met stage en, nou, en dan willen ze graag mensen hebben en dan vragen ze ook wel zij-instromers, dat zou ik dan zijn. En als je dan kijkt in hoeverre je qua salaris je dan natuurlijk naar beneden duikt. Dat is nog niet helemaal goed geregeld qua zij-instromen. Van nou, weet je, we willen je graag hebben, maar we compenseren maar je dusdanig dat... Salaris en zorg, dat blijft natuurlijk altijd een hekelpuntje. Ja. Dat staat altijd enorm ter discussie natuurlijk. Waarom ga ik er omheen? Ik kan die muts toch draaien? Weet ik het. Zeg dat dan. Zit ik te kloten terwijl die muts gewoon... Ja. Ja, maar dat krijg je dus ook, hè, die mutsen. Dat werkt gewoon niet. Zo. Ja, dat is een beetje te... Het is wel leuk ook, die sterren. Dol op sterren. Ja.
Is dit dan nu... Nee, dit kan nog eventjes. Weer die kerstman die in de weg zit. Breng. Even kijken. Die is echt helemaal onder. Jezus. Nee, helemaal... Michael. Nee, kind. Nog steeds. Bijna 38 jaar al. Het is echt allemaal onder de... Ja, maar Jezus heeft er niks mee te maken, hoor. Jawel, kerst en Jezus hebben wel met elkaar te maken. Ja, maar niet met mij. Niet met jou. Hoor. Nee, ik heb nog steeds Michael. Oké, waar is die tang? Oh nee, ik kan hem gewoon doorknippen. Deze mag wel ook wat zeggen, geloof ik. Ja, joh. Kiebidiep. Wie dan? Moet je er ook even bij? Kom eens dan. Kom eens dan. Oh, crisis. Kijk, Kibi er ook even bij. Hé? Jo. Jo, een kleine knuffelpoetje. Ja. Dat is de kleinste van ons, Gizmo. Maar wel de meest luidruchtige. De andere drie maken amper geluid. En daarom heb ik Gizmo echt zoiets van ik schreeuw lekker de hele boel bij elkaar. Hé? Schreeuw voor drie. Ja. Hé? Kleine pleuzemuis. Ja. Oké. Okay. Nou. Met je bijpunten. Nou, oké. Okay. Oeh, kijk, mijn puntje gaat. Nou ga ik... Oh ja, dat wou ik doen. Wat ga ik ervan maken? Oeh, spannend. Oeh. Even pakken wat ik van plan was. Heel benieuwd. Zo. Maar met een theedoos. Een theedoos, ja. Kijk. Die heb mijn tante gemaakt. Met het klavertje 4 erop. Ook de inspiratie voor onze samenloop en de klavertjes 4. Ja. Ik ze. Finally time for tea staat erop. Maar ik dacht dus, foute kerstmuts, theemuts. Handig. Theemuts, kerstmuts. Dus ik denk, ik hang theezakjes in mijn kerstmuts. Oké. Okay. Ja. Ja, maar dan ga je wel met mijn lekkere theetjes dat doen. Ja, nou dan kan je hier, als je nee, dan wacht, thee drinkt, dan kan je dat puntje van de kerstmuts kan je in de thee dopen. Nee, maar er zitten ook voor mij nog een paar met sinaasappelsmaak in. Dat vind ik echt zo vies. Lemon. Maar ik ben alleen nog even benieuwd, ja, hoe ga ik dat... Ga ik dat zo doen, gewoon? Blueberry muffin tea. Maar die mag je er ook wel in houden. Ik had eigenlijk bedacht om ze gewoon zo... Dan dat het puntje dan dicht maakt met die zakjes, zo. Of... Ja, zo vind ik, nee, vind ik niet zo mooi. Deze mag je in ieder geval niet gebruiken. Mooi, dan begin ik daarmee. Nee. Ja, zo. Nee, maar die heb ik net gekocht. Dat moet je niet nog weer gaan gebruiken dan. Kijk, in het begin zit altijd dat dingetje zit aan de... Dus dan is het wat compacter. Misschien kan ik hem daar wel aan vastlijmen ook dan. Om dan zo te doen. Ja, ga ik dat doen. Zit niet zo in mijn doos te frutten. Jawel, ook fijn. Ja, ze kist me al buiten aan schreeuwen. Ja. Ik weet niet waarom, want ze kan gewoon naar binnen. We hebben zo'n... in de bijkeuken, in de deur, hebben we een kattenluik. En dat is elektronisch. De katten zijn allemaal gechipt. En dan... kunnen alleen onze katten met de ingelezen chip kunnen naar binnen. Ja. Dat is wel handig ook. Want stel, zelfs je bent op ik ben dan ook zo'n... Zo'n miep die dan in de zomer kijkt van wat voor weer wordt het. En als het te slecht is, wil ik niet dat de katten buiten zijn. Ze zijn sowieso meer binnen, die van ons. Ja. En dus, ik ben er heel erg mee bezig om ze ook echt alleen maar in de tuin te houden. En langzamerhand de tuin echt zo aan het in te richten dat ze er ook niet meer uit kunnen. Maar dan kan je dus, waar je ook bent, dan komt er ineens een grote onweersbui. Want dan kun je met een app kan je dan de katten, ja, kattenluik op slot gooien. De pussy flap. De pussy flap noemen. Ja, onze, je kan hem een naam geven, onze... Ja. Het kattenluik heet of pussy, dus dan is het pussyflap is gesloten. Ja.
Zo. Of Gizmo kijkt door de pussyflap. Ja, Gizmo kijkt door de pussyflap, kan je dan ook zien. Dan zijn ze er niet naar binnen, maar dan hangen ze een beetje voor. Oké. Even kijken. Wat is dit? Lemon. Ja, we hebben je gehoord. Kom maar even hier. Ja. Gizmo. Hey. Hey. Zo. Maar dat is in een tijd, hè, ingesteld, s'avonds om 11 uur, dan kunnen ze wel naar binnen, maar niet meer naar buiten. En dan 's morgens om een uur of 7, 7:30, dan ontgrendelt hij weer. Dus, ja, je verzin af en toe wat. Weet je waar deze vandaan komt? Is die in dat touw, heeft dat gezeten of niet? Nee, het ventkalender van Rituals. Oh. Daar is hier onderdeel van geweest. Ja, want we hebben ook zo'n touw met die lichtjes er doorheen. Een soort van... Ja, die heb ik in een kerstpakket gehad. Hoe heet dat nou, dat touw? Een beetje net of het koetjestouw is of... hoe heet dat? Nou, weet ik niet. Koetjestouw? Ja, dat is van dat weet ik ook. Kan ik ook niet uitleggen hoe dat eruit ziet. Oké, ik heb hier... dit is van koetjestouw. Je hebt nog nooit van koetjestouw... Nou, ik heb het gemist. Nooit van koetjestouw. De theedoos. Wat is koetjestouw dan? Dat is een beetje... Ik weet niet... Zoek op Google, koetjestouw. Kijk of het... Misschien bestaat het wel helemaal niet dat ik het koetjestouw. Dat zou ook best kunnen. Ja. Nou, het is inderdaad wel een soort touw. Maar dat is niet het touw wat ik voor ogen heb. Kijk, hier. Dit, maar dat is... En hier geef je ook... Maar dit is niet... Dat is, het was een beetje... De jute touw. Ja, nee. Het is, vroeger hadden we dat thuis. Koetjestouw noem dat. Maar misschien leed het wel allemaal geen koetjestouw. Lekker. Ik ben benieuwd wat Sien ervan vindt. Ja. Nou, voor mij heb je al 3 keer een schone tenen aan moeten trekken. Oh. Indienen bij Sien? Ja, maar ik moet dus alleen nog even het ordernummer zoeken. Ja, dat ordernummer zegt echt. Maar anders, kijk, Desiree weet gewoon, ze heeft dat ordernummer aan jou gegeven. Ja, maar dus... ze hebben niet achtergeschreven van wie welk nummer is, hè? Degene die overblijft... is van... We moeten, hij heeft in ieder geval, om te voldoen aan de voorwaarden, het materiaal bij Desiree vandaan en een nummer gehad. Dat wel, ja. Dus dat is... Maar zij hebben een nummer op haar lijstje genoteerd. Ja. En apart op het kaartje wat ik dus meegekregen heb. Maar ze hebben het dus niet bijgezet wie welk nummer heeft. Maar je moet sowieso, om mee te kunnen doen, je nummer er ook bijgeven. Dus, ja, dus dat nummer moeten we echt wel even gaan zoeken dan. Ja. Ja, maar kijk, Desiree heeft het. Misschien dat ze hebben natuurlijk heel veel klanten, maar jou vergeet ze natuurlijk niet. Dus ze weet dat ze het aan je verkocht heeft. Ja, die heeft Jos me wel vergeten. Ja. Nu zijn het dus. Is dit het geworden? Dan ga ik nog. Ik weet het gewoon niet meer. Heb ik dus 6 zakjes boven de kerstmuts geplakt thee. Als zijnde combinatie. Oeh, theemuts. Straks klapt die bodem er nog een keer onderuit. Dat is echt... Dat is thementiek. Ja. Wat ben jij nou aan het doen? Een ijzerdraadje met puntje aan het proppen, maar hij komt niet verder. Oh, hij komt eruit erin aan deze kant. Kijk uit. Ik neem, kijk, want jij zei dat ik mocht kiezen, omdat ik hier al die hele ketting eromheen heb, ook met sterretjes. Ja, misschien doe jij dat ook nog wel. Kies ik dan voor de sneeuwvlokjes. Oké. Okay. Stort echt in. Ja. Ja, dan gaan we zo direct nog even wat bedenken voordat we hem op gaan zetten. Zal die van, ik ga even kijken, zal die van mij dan ook instorten? Dat zal wel, want ik haal hem nu van de fles af. Ja, maar wij willen hem ook gewoon echt op hebben, hè? Nou. Ja, ik heb hem nu niet aangetrokken nog. Oké. Okay. Valt mee. Kruisjes. Oké. Okay. En als je het nou... Ik krijg allemaal glitters op mijn muts. Ja, je hebt een glittermuts. Moet je hem niet even testen nog, voordat je hem erin hangt. Oeh, kijk eens. Jee! Pittig hoor. Nou, het is toch... Fantastisch. Oh, dat is leuk. We gaan richting het einde van de muts. Als je die van mij nou leukst vindt, sms Dennis aan naar... Wat voor nummer zullen we... Nee, sms de muts van Dennis naar...
En als je voor de muts van Mike gaat. Even kijken. Ja. Even kijken. Dan moet deze dus uiteindelijk in. Ga ik dat nog redden even? Dus door Frut ook. Ja, dat zo wel. En gaan onze kerstmutsen dan ook in beeld bij de vlogmessen en zo? Ja, we moeten gewoon even een leuk plekje voor ze zoeken. Ja, Dave, wij zetten ze gewoon op de schoorsteenmantel, zeg maar. Net waar we plek hebben. Ja. We hebben inmiddels nog zoveel spullen. Nee, dat raakt op een gegeven moment over de datum. Maar hoe wil je het dan afhouden? Nee, dat trek je hele muts kapot. Dat is een zuurstok, dat is keihard. Dat doet helemaal niks. Alleen een risico. Zeg, Miepie, die smetvrees heeft de datums. Ja, maar ik vrees het dan niet meer op. Nee, dit doet helemaal niks, hoor. Maar het gaat niet schimmelen, niks. Nee. Het enige risico wat je hebt is dat je een keer met je eerste of tweede kerstdag beneden komt en dat er een elf aanloopt te sukken aan die. Aan die dat je... Ja, anders heb je schimmel aan je muts. Ja. Dan heb je ook weer aparte pillen voor. Nou, zit ik hier weer in de knoop. Die sterren blijven hangen. Die sterren blijven hangen. Dat is het. Sterretjes scheuren bijna uit. Een sterretje. Kijken of datzelfde dopje is. Ja, als je hier een heel klein druppeltje op doet. Ik wil niet plakken. Dan lukt dat hoor. Laat mij gewoon lekker zo doen. Ja. Bemoei met je eigen muts. Het blijft er even goed wel in hangen. Waarom? Ik ben mijn ster kwijt. Oh, hier. Pardon. Ik zit aan de cola, hè. Nou, ik denk dat hij wel af is. Ik vind mijn muts genoeg zo. En dan nog meer ingehangen wordt het... Ik weet alleen niet hoe die voor mij mijn puntje nou doet. Die twee flappen hier nou. Ik moet gewoon aan de binnenkant lijmen. Dat kan makkelijk. Nee, maar dat gaat gewoon op mijn hoofd, trouwens, had ik bedacht. Ja, leg die dingen los in die muts op je hoofd. Oké, ja. Ja. Jongen. Zie je er niks van. Hou mijn puntje even vast. Ja, trek over hier, druk naar beneden. Wat? Er gaat wat mijn nek in. Ja, lekker die koude graftak in mijn nek. Oké, wacht. Maar ik voel helemaal dat ijzerdraad niet. Het ijzerdraad, het zit gewoon echt bovenin. Ja, helemaal bovenin. Ja, het moet over de hele lengte. Maar kijk, ja, weet je, een beetje zo. Maakt hem wel fout. Nou, zet jij je muts ook op? Zo, kijk zo. Ja. Zet je muts ook op? Ik ook. Ja, ik blijf stil zitten. Dan gaan we zo gewoon even lachen. Dan maak ik vanuit dit beeld weer even een snapshot in mijn bewerkingsprogramma. Ja, en dan heb ik toch de finishing touch. Oh ja, ook nog. Kijk, jou blijft tenminste rechtop staan. Nou ja, je hebt ook een hangende punt. Oh, kijk nou, die van mij is ook ingestort. Je moet verder zakken, want we komen niet goed in beeld zo. Die punt is zo. Wacht, even zo. Oh. Ik weet niet of je blijft die zo staan. Ja. Ja. Wat erg dit. Hij is wel een beetje... Hij is zoals hij wil. Oh. Zullen we er een kerstpoes? We maken er een kerstpoes van. Nou, dat vindt hij niet leuk. Ja, maar niet, maar heel voorzichtig. Wat ga ik nou weer doen, hè? Waar zit nou al van? Ga weg met dat ding. Zo. Ja, dat vindt hij helemaal niks. Wat doet hij nou weer? Joh. Kom maar. Voorzichtig. Ja. Tijd voor de afronding. En jij had nog... Finishing touch. Ja. Iets in gedachten. Een finishing touch. Ja, een finishing touch. En dan is het klaar. En dan kun ik... Nou, ik moet de foto's maken. En dan gaan we dus naar zien. Dat kunnen we daarna gelijk doen. Dat gaan we daarna inderdaad doen. Ja. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Ga ik even pakken. Dan moet je wel je muts opzetten natuurlijk. Voor de finishing touch. Ja, maar daar heb ik dus hulp bij nodig, hè? Oh, dan moet je hulp. Oh, nee, die heb er niks mee te maken.
Ja, even die dingen. Op mijn hoofd. Ja. Wacht, ik weet alleen niet. Oeh. Ja. Mijn haar moet anders, anders krijg ik de muts niet op mijn kop. Ik hou hem vast. Kun jij met twee handen? Het zit allemaal draad. Ja. Moet ik nog maar kijken hoe ik het... Dan ga ik het straks alleen proberen. Het kan zijn dat je bril af moet, maar je moet wel je ogen dicht houden. En dan ga ik naast je, doe ik mijn muts op. Oké. En dan doen we het, en dan mag je, en dan heb ik er ook... Oké, als je nu stil blijft zitten... Ik zal het best doen. Ik ga even kijken in de camera of je dan... Ja, is dat voor 90% zet het in beeld. Oké. Okay. Nee, mijn muts stort in. Oh, dat maakt niet uit, ik doe hem zo weer omhoog. Oh. Even de verpakking openmaken hoor. Zo. Moet ik nou mijn bril op of af? Doe maar af. Oké, en ogen dicht dus. Ja. Oké. Bijna klaar. Er zit een ijzeren draadje op, die moet ik nog even losdraaien. Ik voel die muts gewoon inzakken. Ja. Ja, oké, het blijft niks. Ik laat het even voor de camera vastzien. Dat is om het echt fout te maken. Ogen dicht houden, dan gaat nu je bril op. Oh god, wat heb je daarna weer op gedaan? Zit die goed achter je oren? Ja. Oeh, ja, doe maar de ogen dicht houden en dan nog. Ja, oké. Zo, de fles weg. Oké, kijk maar. Oh, daar gaat mijn punt. Ja, ik zie echt totaal niet wat ik op heb. Omdat ik mijn bril niet op heb, dus ik heb echt geen idee. Je zit helemaal onderuit gezakt ook. Jezus. Nee. Mijn lampje stort er allemaal uit. Oh ja, ja. Zo. Echt, ik heb geen idee wat ik op mijn neus heb. Ik zie er dus helemaal niks van. Dan kijk dan naar de spiegel, links van je. Ja, maar dat zie ik ook niet. Ik heb mijn bril niet op. Nou, dan moet je je bril opdoen en deze eroverheen. Ja, dat gaat niet werken. Ik zie het straks over met bewerken hoe het eruit ziet. Maar ik zie bij jou wel iets vreemds, inderdaad. Ja, zo dichtbij hoef je nou ook weer niet te komen, hoor. Ik heb een rood neusje. Oké. Maar nu zijn ze extra fout. En die punt zo opzij is eigenlijk ook wel fout. Als ja, maar mijn punt is echt heel erg. Het is gewoon een beetje topzwaar. Dat is een beetje het nadeel. Staat je wel goed. Pas zo wel een beetje. Ja. Nou, verlachen naar het vogeltje. Flits. Foto ja, gemaakt. We snapshots straks maken tijdens het bewerken. Dat is dan leuk voor de thumbnail, zoals ze dat dan noemen. Echt, ik heb echt geen idee wat ik zie. Ik zie echt alleen een groot wit vlak. Maar goed, de mutsen zijn klaar. Ja. Project is afgerond. Ja. We gaan ook nog maar eventjes foto's maken van de mutsen op de fles gewoon. Ja. Dan kunnen we gewoon echt eventjes goed de muts laten zien en op de groep van Siem zetten. Ga ik eventjes het deelnemersnummer zoeken voor jou. Ja. Zodat je zelf kan plaatsen ook. En is ons avontuur over? Ik heb echt geen idee wat ik op mijn hoofd heb staan en wat ik op mijn neus heb. Maar dat zie ik wel tijdens het bewerken. Ik zie echt één grote waas meer, zie ik niet. Dus, het staat ontzettend, die moet je vaker. Dat is leuk ook voor op je werk, straks met kerst. Oké, het zal. Nou ja, grote verrassing wat het dus is. Mutsen zijn klaar. Foto's maken nog. Dus we gaan de video maar afsluiten. Ja. Nou, tot de volgende keer dan. Ja. Misschien. Dag. In een van onze andere video's. Zoals jij dat zegt.
Nee, ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze video te kijken. Ik heb geen idee hoeveel materiaal ik uiteindelijk voor deze video ga gebruiken. Want ik heb gewoon de hele tijd dat we bezig zijn geweest de camera aangehad. Dus we zijn in totaal bijna 2,5 uur bezig geweest. Dus 2,5 uur materiaal om door te spitten. Dus geen idee wat er allemaal in belandt. Maar ik hoop dat jullie even goed de video leuk gaan vinden om naar te kijken. Nou, je hebt in ieder geval tot het eind gekeken. Dus dan neem ik aan dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te drukken om een melding te krijgen. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En ja, laat ook vooral een reactie achter over wat je van deze video vond. En wie weet ooit in de toekomst nog een keer samen een video van ons. Net wat voor projectjes er voorbij komen, toch? Ja, of misschien hebben jullie als kijkers nog ideetjes om eventueel te gaan doen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Mits het maar geen haken of breien is, dan is het goed. Dat gaat hem niet worden bij jou, dus... Mochten jullie eventueel wel andere ideetjes hebben waarin wij samen een video kunnen gaan opnemen, laat het ook vooral eventjes weten. We zijn heel erg benieuwd. Dus dat is hem voor nu. Duimpje omhoog, als je hem leuk vond. En dan zou ik zeggen, veel plezier verder met wat jullie gaan doen. Wij gaan nu foto's maken. Ja, klaar. En dan zie ik jullie sowieso in een van mijn andere video's. En wie weet in de toekomst dat jullie Den dus nog ook een keer gaan zien. Toch? Ja. Doe het nog niet, want dan stort je met ze helemaal in elkaar. Ik weet, bro, ik zwaai alvast. Doeg! Nou, tot kijk allemaal. Doeg!